Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. De tijd zit er weer aan te komen, jongens, dat we weer wat kunnen afsteken. En wij zijn nu in het buitenland. We hebben ook wat leuke dingen gehaald in België. Leuke Belgische producten, waaronder een aantal nieuwe dingen. En ook wat matten, maar dat gaan jullie zo meteen zien. Ik laat zo even precies zien wat we hebben. En ja, dan kan ik jullie weer een leuke stookvideo geven. Dat gaan we zo meteen doen. Ik ben benieuwd, we zijn hier ook op een hele mooie locatie. Niet in Nederland. En we hopen ook dat hier niemand is. Want als er iemand komt die gezeik heeft, die er last van heeft, dan kunnen we altijd natuurlijk even stoppen of naar een andere locatie gaan. Geen probleem. Allereerst, ik heb een hele leuke actie voor jullie. Namelijk 2 aanstekers. En wat ik hiermee ga doen is het volgende. We hebben namelijk een actie weer met myplasma.nl. Staat hier in beeld. En als jullie deze kortingscode gebruiken, krijgen jullie korting. Maar ik zou wel zeggen, wees er snel bij. Want, moet je even kijken, als de cameraman even erop filmt. Dit is dus de Pyro Stick. Die bij heel veel webshops uitverkocht was. En ik zeg eerlijk, ik vind deze het mooiste van alle plasma's. Ligt je aan, als je dan hier even kijkt. Gaan we zo gelijk even testen. Echt een mooie, hè, eerlijk. Ziet er goed uit. Ja, toch? Opladertje erbij, waardoor je dus in de auto kan opladen. Ik heb er trouwens nog één, vergeet ik bijna. Dat is deze. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, ik heb ze wel uitgekozen, man. Gouden, zwart, heeft geen knopje. Zo gaat hij aan. En daar gaan we ook even mee stoken. Want we gaan gewoon even met plasma aanstekers afsteken. Ik vind het best wel chill om altijd met plasma aanstekers af te steken. Omdat we ze nu in de auto hebben liggen, net opgeladen. En ja, dat houdt dus in dat we kunnen stoken. Zoals ik al zei, deze, de stick, die vind ik het allermooist. Die zijn altijd heel snel uitverkocht. Dus als jullie snel zijn en met deze kortingscode hem bestellen, krijgen jullie hem voor korting. En als je geluk hebt, dan zijn ze er nog. En dan heb je hem ook heel snel in huis. Ik vergeet erbij te zeggen, als je MyPlasma volgt op Instagram, dan kunnen jullie ook aanstekers winnen. Want als het goed is, staat er nu ook een giveaway klaar. Dus ik zou zeggen, ga naar die Instagram, volg ze en doe mee aan die giveaway. Want dan kunnen jullie misschien ook zo'n mooie gouden winnen. Zoals jullie kunnen zien, hebben we wat meer matten nu. Gewoon even wat mascletas doen. Die centipede hebben we en die andere dingen. Maar het is altijd lach om even wat te stoken. Trueno 5 is redelijk nieuw. Galactico, wat pijltjes, maar ik denk niet dat ze heel veel voorstellen. Deze, een soort van cake, gaan we ook zien. Veel Spaanse dingen, man. Heel gek. Die zon. Dus ik denk dat we die even ergens op deze hele mooie locatie aan een boompje gaan hangen. En dan fik erin. Ik ben benieuwd hoe die is. Ziet ook echt een, daar zo'n mooie foto van. Van alle knallers die uitgestald zijn. Ja, deze zijn geen HBF'jes, maar ik ben benieuwd hoe ze zijn. HBF'jes komen helaas niet meer terug, jongens. Maar dat was wel te verwachten, want wat waren die dingen goed. Maar goed, we gaan even stoken. Ik vergeet trouwens de Widowmaker Special te noemen. Die hadden we op de auto liggen. Kijk, ik ben benieuwd hoe ze zijn. Ze zijn volgens mij maar €1,50 per pakje. Mooie strijken, dingen aan de zijkant. Ik ben niet zo fan van strijkers, maar het is altijd lachen om deze knallers erbij te hebben. Allereerst de Mega Centipede. Die hang ik even op aan de boom. Moet je kijken. Die is best lang. Die ga ik ophangen aan deze tak, denk ik. En dan aansteken. Het mooie is dat er een touwtje aan zit. Ik kan hem zo in die boom hangen. Kijk, is toch prachtig? Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Die gaat wel langzaam binnen.
Zo. Het duurt lang, jongen. Niet normaal, man. Kijk die rook. Wel mooi zo met die zon. Ja, toch? Laatste paar. Dat was hem. Dat is echt ziek. Nu de volgende, Mascleta de Valencia. 50 meter. Een hele bos, jongens. En ik hang ik even op aan de volgende boom. En moet je wel zeggen, ik ga hem denk ik niet zo 50 meter lang laten ophangen. Dit wordt hem dus. Opgehangen aan de boom. De rest blijft gewoon op de grond, helaas. Omdat ik echt niet iets zie waar ik het dan aan kan verlengen. Maar goed, die gaan we nu doen. De lange. De volgende, de Galactico. Die is klein, maar schijnt wel snel te gaan. Dus die doen we gewoon even op de grond. Ik ben benieuwd hoe hard die gaan. Maar zoals jullie kunnen zien, gaat het best wel chill, man, met het aansteken, met die plasma aansteker. Gewoon snel, elektrisch. En zo meteen weer opladen en dan kunnen we met oud en nieuw weer gebruiken. Hier ligt de restanten nog. Trueno Barrero. Klein cakey. Kijk met de plasma. Ik ben benieuwd. Een soort nitraat cakey, denk ik. Lekker hoor. Dat is ook goed. Een kleinere variant. Descarta. Even kijken. Descarta Trueno. Ook een soort nitraat cakey. 16 shots, wel kleiner. Die kan omvallen trouwens. Ze waarschuwde me nog. Die moest ik vastzetten. Eigenwijs. Maar deze ben ik ook benieuwd. Widowmaker Special. Zijn strijkers, ben ik niet zo fan van. Fik erin. Oh, valt mee. Ga ik toch eerder voor die nummer 4 Trueno. Hier staat die cakey nog, die gaan we zo even opruimen natuurlijk. Die vond ik het beste, die Trueno Barrero. De volgende. Mislukt. Trueno nummer 4. Zijn nieuw, ik ben benieuwd hoe die zijn. Dichtbij. Ziek hoor. Next. Echt harde knallen, man.
Good job!